Ik ga een beetje vertellen over de parabel van de terugkeer en over de context van waaruit dat komt. En ik denk vorig jaar, als ik mij goed herinner, en een aantal van jullie zullen zich dat misschien ook herinneren, hebben wij al een parabel uit de Witte Lotus Sutra, hebben we het er al over gehad, over het brandende huis. Ik weet niet, er waren hoogstwaarschijnlijk wel mensen die hier nu zijn, toen ook aanwezig. Maar ik wil nog eventjes terug die context schetsen van de Witte Lotus Sutra. Om te beginnen, het is een Mahayana Sutra. En dat wil zeggen dat het een heel rijke taal van beelden is. Het is geen sutra die het intellect aanspreekt. Het gaat niet over het appelleren van het hoofd. Het gaat over dat het hart aangesproken wordt, de verbeelding. En er worden dus heel veel beelden gebruikt, heel weinig concepten. En je zou ook, alleen in de woorden van Sangharakshita ook, die daar ook een lezing over geeft, trouwens ook een boek over geschreven heeft. Enfin, zijn lezingen zijn getranscribeerd naar een boek, ik ga het zo zeggen. Maar hij spreekt ook over een drama. Het is een drama die zich ontvouwt. Je kan het ook, zegt hij, een mysteriespel noemen met heel wat verschillende personages. De Boeddha doet erin mee, bodhisattvas doen erin mee, demonen, arahats, devas, goden dus, mensen ook. En de plaats waar het zich afspeelt is de ganse kosmos. Wat wij ons daar ook maar kunnen bij voorstellen of niet. De ganse kosmos en de tijdsspanne is dat gaat over miljoenen eeuwen. Dus het is gewoonweg iets dat je niet zomaar met uw geest, of test te zeggen, met het rationele denken kunt bevatten. Je moet dat ook niet proberen, of je mag dat proberen, maar het is niet de bedoeling. Het is eigenlijk een geheel ook van wonderen, mirakels, van sprookjes. En ik weet nu niet zeker of Bhante het zo ook noemt, maar je zou het kunnen transcendente science fiction noemen. Maar in ieder geval, dit is zo een beetje de setting. En het thema is ontwaken. En niet ontwaken voor mij of voor jou, geen persoonlijk ontwaken, maar ontwaken voor elk levend wezen. Vandaar dat de titel ook van het boek van Sangharakshita en van zijn reeks lezingen The Drama of Cosmic Enlightenment is. Het drama dus van het kosmische ontwaken. Nu, het speelt zich af op de Gierenpiek, die ook heel vaak in de Pali-kanon terugkomt. Maar de Boeddha waarover hier sprake is, is niet dezelfde als de Boeddha in de Pali-kanon. In de Pali-kanon kan je zeggen dat is de historische Boeddha. Hier is dat een mythische Boeddha, als je het zo wil noemen. Hij wordt ook Shakyamuni genoemd, maar het gaat dus niet direct over dezelfde Boeddha als in de Pali-kanon. Maar die Gierenpiek wordt omschreven als de hoogste plek in de wereld. Dus je bevindt je, om het zo te zeggen, niet echt meer op aarde, maar je gaat al boven de aarde uit, in de richting van de hemel, maar je zit ergens nog tussen de aarde en de hemel. Maar het is wel de hoogste plek van de aarde en daarop zit de Boeddha. En hij heeft net een andere sutra uiteengezet aan een enorme verzamelde menigte. Ik ga een keer zeggen wie dat er daar allemaal is. 10.000 van zijn leerlingen, 12.000 arahats, 80.000 bodhisattvas, tienduizenden goden en andere wezens. Dus het is een beetje meer dan vanavond hier. Maar hij zit op die top van de berg en hij gaat in meditatie. Hij sluit zijn ogen en gaat in meditatie. En als hij zo een tijdje in contemplatie, meditatie gezeten heeft, verschijnt er tussen zijn wenkbrauwen een lichtstraal van een puntje hier ergens. Een lichtstraal, maar echt een fenomenale lichtstraal. Een enorme lichtstraal die een fenomenaal perspectief biedt. Namelijk, er worden gewoonweg oneindig veel wereldsystemen getoond, met in elk van die wereldsystemen oneindig veel boeddha's en bodhisattvas.
Dus het is eigenlijk een perspectief om te duizelen, zou je kunnen zeggen. Een duizelingwekkend perspectief. En de Boeddha van de toekomst, Maitreya, zoals hij genoemd wordt, vraagt aan Manjushri, de Boeddha van wijsheid, wat gebeurt er hier? Wat denk jij? Wat is er aan de hand? En Manjushri zegt, ik vermoed dat de Boeddha de Witte Lotus Sutra zal delen met ons. Dat hij de Witte Lotus Sutra zal communiceren. En de Boeddha begint, en ik ga eventjes wat voorlezen, of parafraseren. De Boeddha start met te zeggen dat de wijsheid van de Boeddha's, dus de Dharma, in zijn volheid of in haar volheid zeer moeilijk te begrijpen is. Zeer moeilijk te begrijpen. Zo moeilijk dat enkel de volkomen en volmaakt ontwaakten ze kunnen begrijpen. Alleen de volmaakt en volkomen Boeddha's kunnen de wijsheid van de Boeddha doorgronden, begrijpen. Voor ons, en ook voor verder gevorderden, om het zo te zeggen, dan ons, de anderen dus, die moeten hun weg naar die wijsheid van de Boeddha stap voor stap doen, geleidelijk. Want moest je ze in haar volheid gewoonweg communiceren, die wijsheid van de Boeddha's aan ons, dan zouden we waarschijnlijk weglopen. Of we zouden uiteenspatten of ineens krompelen, of gewoonweg gewoon terugdeinzen of vluchten. En de Boeddha communiceert ook dat er gewoon heel veel aspecten aan het onderricht zijn, in de Dharma dus, dat wij gewoon niet begrijpen en niet klaar voor zijn om te begrijpen, dat wij nog niet weten. En toen de menigte dat ontving, waren er zo'n 5000 arahats die in hun gat gebeten waren, als je dat zo mag zeggen, die dus eigenlijk beledigd waren, omdat zij dachten, ja, maar wij weten alles. Wij zijn ontwaakt, wij hebben niks meer te leren. De Boeddha is een beetje seniel aan het worden. Die denkt dat wij hier nog iets bij kunnen leren, maar hij heeft het gewoon fout. Wij weten gewoon alles, wij doorgronden het. Maar zij verlaten dus de menigte met zijn 5000 en dan spreekt de Boeddha, als zij weg zijn, de volgende woorden. De nutteloze takken en bladeren uit deze menigte zijn nu verdwenen. Alleen de zuiveren en oprechten zijn gebleven. Het is goed dat de hooghartigen zijn opgestapt. En ik denk dat dat iets is voor ons, om te beginnen, dat wij heel goed mogen onthouden ook. Dat wij best bescheiden mogen blijven als we zeggen dat we de Dharma begrijpen. Of dat we begrijpen wat shunyata is. Of dat we begrijpen wat spirituele vriendschap is. Of dat we begrijpen wat het allemaal inhoudt als we zeggen voor toevlucht gaan. Dat is de centrale, of dat is het centrale van het spirituele leven. Natuurlijk zullen we er wel noties van begrijpen, absoluut. Anders zouden we hier niet zitten. We worden er ook tot aangetrokken. Maar ik zou zeggen, onthoud dit maar. In de zin van, moeten, je kunt zeggen niets moet, maar ik zou zeggen dit moet. Het is beter, gewoonweg voor onze ontwikkeling en groei, dat we ons heel openstellen voor de diepte van de Dharma, de rijkdom van de Dharma, die gewoon ook nog aan ons ontsnapt. Want moesten wij ten volle de rijkdom en de diepte snappen, dan denk ik dat wij ons niet zomaar zouden overgeven aan toevluchten in ons dagelijks leven die niet echt werkelijke toevluchten zijn. Dan zouden we het helder hebben. Maar we zijn niet helder. En dat is oké. Ik bedoel, dat hoort bij onze conditie van het mens zijn. Maar het is goed om, ook al hebben we de Metta-bhavana al heel veel jaren gedaan, ik doe hem nu al 26 jaar, en in alle eerlijkheid kan ik zeggen, ik moet enorm veel nog ontdekken in de Metta-bhavana. Ik heb niet het gevoel dat ik die beheers, tussen aanhalingstekens. Integendeel. Hetzelfde met het gewaarzijn van de adem. Dus het is niet omdat we termen al veel gebruiken in onze mond, dat we ze veel uitspreken, dat we ze veel toepassen soms als meditatie, dat we ook de diepere betekenis van vatten. Het is gewoon goed om dat te beseffen en ons daarvoor open te stellen.
En dan ja, die parabel van de terugkeer. Ik ga daar eventjes een paar dingen uit voorlezen. Dus er zijn vier ouderen, waaronder Maha Kashyapa, die ook dat onderricht of het begin van die communicatie gehoord hebben en dan verder ook de Witte Lotus Sutra gehoord hebben van de Boeddha zelf, van Shakyamuni. En ze zijn eigenlijk heel verheugd en blij dat ze dat gehoord hebben, omdat ze zelf zeggen van, wij dachten eigenlijk dat we niks meer te leren hadden en dat we alles wisten, maar dit toont dat dat helemaal niet waar is en dat er nog een enorme weg af te leggen valt. En zij vier in ieder geval zijn daar heel blij mee. Ze spreken onder andere over dat ze loom en stram geworden waren en geen verder onderricht meer nodig hadden en dat ze slechts dachten aan leegte en vormloze, maar dat er eigenlijk nog veel meer is. En dan zeggen zij, het is te vergelijken met de jonge man die zijn vader verliet en van huis weggaat. En dit is dan de parabel van de terugkeer die begint. Ik ga het een beetje, ik ga niet alles vertellen, maar hier allee, toch de grote lijnen in ieder geval. Dus die zoon gaat weg van zijn vader zonder duidelijke reden, en dat voor een heel lange tijd. Er wordt in ieder geval zeker van 50 jaar gesproken. Dat hij gaat zwerven door een vreemd land. En hoe ouder hij werd, des te armer ook hij werd. En hij zwerft rond op zoek naar voedsel, kleding, huisvesting. En op een of andere manier slaagt hij er nooit echt in om iets meer dan dat op te bouwen. Het is altijd net in de basisbehoeften dat hij kan voorzien. Net een klein beetje eten, net een klein beetje kledij genoeg. En in veel gevallen in heel armtierige onderkomens dat hij slaapt. En zonder het zelf te weten komt hij op zekere dag toevallig opnieuw terecht in de geboortestad of de geboortestreek waar ook zijn vader woont. Of opnieuw woont. En inmiddels is die vader schatrijk geworden. Er wordt hier dan een ganse opsomming gegeven van wat die vader allemaal bezit. Heel wat kostbaarheden, onder andere ontelbare olifanten. En in die tijd was een olifant een symbool van rijkdom. En die vader heeft er ontelbaar veel. Dus hij komt op een bepaald moment in de stad waar zijn vader zich had gevestigd en de vader ziet hem naderen en hij herkent hem onmiddellijk. Want in al die jaren, 50 jaar lang, is er eigenlijk geen dag voorbij gegaan dat de vader niet dacht aan zijn zoon. Dat hij niet dacht, hoe zou het zijn met mijn zoon? Zou hij het goed hebben? Maar kijk, hij herkent hem onmiddellijk. En hij zou eigenlijk heel graag zijn rijkdom aan zijn zoon geven, het gewoon doorgeven. Ondertussen dus ziet die zoon zijn vader zitten, zonder dat hij weet dat dat zijn vader is. Hij ziet daar een heel rijke man op een leeuwentroon zitten, want die was net allerlei verhandelingen aan het doen met Brahmanen en burgers. Zijn voeten rustend op een juwelen voetenbankje, zijn lichaam behangen met parels van onschatbare waarde en allerlei voedseldingen, allerlei voedsel die daar staat, echt ongelooflijk overvloedig. En de zoon ziet dat en is eigenlijk bang, want hij denkt, oei, die man, dat zal iemand zijn met ja, sowieso duidelijk heel veel rijkdom, maar ook heel veel macht. Waarschijnlijk is dat een koning of zo. Het is niet de plaats hier waar ik moet zoeken om werk te krijgen. Hoogstwaarschijnlijk zal ik hier nog gearresteerd worden, gegrepen worden en ter dood veroordeeld. Dus hij loopt weg, want hij wordt bang. En de rijke man, de vader, ziet dat zijn zoon wegloopt en hij stuurt twee van zijn dienaren erachteraan die de zoon te pakken krijgen, maar de zoon is echt ongelooflijk bang. En die valt flauw van angst. Die valt gewoon weg flauw.
Dus de vader begrijpt van dat dat op die manier niet zo zal werken. Ze sprenkelen een beetje koud water op zijn gezicht en de vader zegt dan aan de zoon, zonder dat de zoon dus weet dat dat zijn vader is: als je wil, kun je weer gaan. Ik ga je niet vasthouden, dus ga maar. En de zoon die gaat weer weg en denkt: ik zal beter naar een arm gehucht van de stad gaan. Daar voel ik mij thuis. Daar ben ik op mijn gemak. Daar ben ik onder gelijkgezinden, om het zo te zeggen. En kan ik gewoonweg weer doen wat ik gewoon ben. Maar de oude man laat het daar niet bij en hij verzint een list om zijn oude zoon toch, of zijn arme zoon toch, naar zich toe te trekken. En hij laat twee schoffel-uitziende dienaren, die er sowieso al schoffel en armtierig uitzien blijkbaar en een beetje verwaarloosd. Hij laat die nog wat meer schoffelkleding aantrekken en zegt van: ga naar die zoon van mij. Enfin, nee, hij zegt niet: ga naar die zoon. Hij zegt: ga naar die man. En beloof hem dat hij kan werken bij mij. Hij zal kunnen een hele grote hoop vuilnis die achteraan in de tuin ligt, die mag hij opruimen, samen met die twee dienaren. En dat lukt. De zoon ja, ziet in die twee dienaren ook mensen van zijn slag, om het zo te zeggen. En hij gaat mee, dus ze beginnen aan die hoop vuil om dat op te ruimen. En dat duurt eigenlijk heel lang, heel lang, jarenlang. Maar ondertussen is het zo dat de zoon dag in dag uit dus het vuil blijft wegwerken met die andere mensen. En voortdurend ook gewoon in die hoop stro die hij ter beschikking heeft, daar mag hij in slapen, daar wil hij in slapen. Want hij wordt ook uitgenodigd in het huis van zijn vader. En hij gaat daar op den duur, eigenlijk na een aantal jaren, ik ga het een beetje inkorten, na een aantal jaren begint hij dat huis binnen te gaan. Maar hij verblijft er niet. Hij gaat nog altijd terug naar zijn hoop stro. En opnieuw na een aantal jaren zegt de rijke man tegen zijn zoon: kijk, je werkt hier heel goed, ik zal je loon verhogen. Je doet het echt prima. Ik heb nog nooit iemand gehad die ook zo deugdzaam is. Want er zijn nogal wat mensen met minder ethische sensitiviteit dan jij. Je doet het echt heel goed. Als je wil, maak ik jou de beheerder van mijn rijkdom. En hij wordt de beheerder van de rijkdom van die man. Maar hij blijft nog altijd 's avonds gewoon weg. Hij doet dus zijn werk in het huis, in het rijkhuis, in het chique huis. Maar hij gaat 's avonds nog altijd naar zijn hoop stro om daar te gaan slapen. Nu, heel wat jaren gaan voorbij. De oude man is echt heel oud geworden en voelt dat zijn einde aan het naderen is. En hij besluit dan uiteindelijk om te zeggen wie hij is aan zijn zoon. En de zoon wordt bij de oude man geroepen. En dan zegt de vader eigenlijk: kijk, ik ben jouw echte vader. Ik heb jou al die tijd al gewoon direct herkend als mijn zoon. En al de rijkdom die ik hier verzameld heb in mijn leven, die is voor jou. En de schatrijke oude heer natuurlijk is de Boeddha, de Tathagata, zou je kunnen zeggen. En wij allen zijn de zoon of de dochter. Zijn de kinderen van de Boeddha. En natuurlijk gaat het hier niet in de eerste plaats over die materiële rijkdom, maar gaat het wel over de rijkdom van het hart die doorgegeven wordt. Het is een parabel natuurlijk. Dus dat is een beetje verkort uiteindelijk de parabel van de terugkeer. En ik denk dat wij ons zonder veel risico of gevaar daarin mogen identificeren met de zoon. Omdat wij ook doorgaans meestal een vrij armoedige houding hebben. En ik ga niet zeggen dat we, enfin, in zekere zin zou je kunnen zeggen dat we, in zekere zin. Eigenlijk mag ik ook zeggen dat we ook een armoedig leven leiden. Het is misschien een beetje een bouwde uitspraak of een beetje te veel op flessen getrokken of te zwart-wit. En dat is ook zo. Maar het is maar om de boodschap duidelijker te krijgen. Wij leven in een armoedige toestand in die zin dat wij, waar wij, al omdat wij te veel eigenlijk nog de echte toevluchten verwaarlozen. Ik ga het zo zeggen. Maar ook omdat wij allerlei zienswijzen hebben in onszelf, over onszelf, die getuigen van armoede.
Als ik het over mezelf heb bijvoorbeeld. Ik heb jarenlang geleefd, en nog steeds eigenlijk, met het idee, of een zienswijze tenminste, dat ik het niet waard ben om gezien te worden. Hoe dat precies in zijn werk is gegaan, ik heb daar wel een aantal redenen voor die ik kan benoemen. Of ze juist zijn of niet, dat weet ik niet. Maar ik heb ze wel geloofd. Ik heb er heel veel geïnvesteerd in dat geloof van, ik ben het niet waard om gezien te worden. En toen ik opgroeide als kind, vond ik het enkel zo dat ik tot leven kwam tussen twee rijen sparren achteraan in onze tuin van het ouderlijk huis. En tussen die twee rijen sparren, daar kon ik een held zijn. Daar was ik grappig en gezien enzovoort enzovoort. Maar verder diende ik eigenlijk alleen maar in functie van iemand anders. Anders ja, verdiende ik het gewoon niet om te leven. Dat is een basispatroon al 60 jaar. Het is al heel wat veranderd, dat kan ik echt zeggen, het is serieus veranderd, maar ik word nog altijd getriggerd. Ik kan er nog altijd inzakken en in verstrikt geraken. Maar het is fundamenteel ook een waanidee. Het is gewoon een waanidee. En ik denk dat het getuigt van een armoedige houding dat ik, en bij uitbreiding anderen, want als ik het goed hoor in onze sangha, en niet alleen in onze sangha, maar ik ga nu regelmatig naar Engeland en ook daar, komt het vaak voor, eigenlijk redelijk veel zelfs, dat mensen gewoonweg zichzelf niet waard, of niet genoeg waard, hoe zeg je dat, je begrijpt wat ik bedoel. Ik krijg het eventjes niet gezegd. Of zichzelf niet waard genoeg vinden, voilà, dat is het. Dat is dus blijkbaar echt iets dat vaak voorkomt. En dat is een armoedige houding. Het is een armoedige houding, want het is ook mogelijk om jezelf gewoon graag te zien. Ik heb dat ook al ondervonden. Dat is gewoon mogelijk. Het is zelfs veel gezonder en veel vrijer. En je bent er veel gelukkiger voor of door. Maar goed, dat is dus één uitdrukking van een armoedige houding ten aanzien van jezelf. Eén waar ik veel mee geworsteld heb, heel veel mee geworsteld heb. Maar een andere en een zeer fundamentele uitdrukking van die armoedige houding is iets dat bijna op het niveau van ons DNA is. Namelijk dat ik geloof dat ik tegelijkertijd de focus ben van het heelal. Van de kosmos. Dat ik alles ben waar het om draait. Dat ik de hoofdpersoon ben, of het hoofdpersonage, in gelijk welke situatie of schouwspel die zich voordoet. Een zeer sterk, ja, instinctief bijna, bewustzijn, zal ik het noemen, van in het leven te staan. En ik ben ervan overtuigd dat we dat allemaal kennen. En dat is ook een zeer, zeer armoedige of een zeer armoedig bewustzijn. Een zeer armoedig bewustzijn. En in de spirituele gemeenschap, of in een spirituele gemeenschap, komt het er eigenlijk op aan om elkaar bewuster te maken van iets dat een groter bewustzijn is. Een rijker bewustzijn. Een bewustzijn dat bijvoorbeeld meer en meer doordrongen wordt van metta, van vriendelijkheid, van liefde. Voor jezelf, voor een vriend, voor iemand die je moeilijk vindt, voor een neutraal iemand. Uiteindelijk voor elk levend wezen. Voor elk levend wezen, dat kun je misschien ook weer linken aan die lichtstraal van tussen die wenkbrauwen die een fenomenaal perspectief toont van een oneindige kosmos. En in een oneindige kosmos, voor elk levend wezen, ik kan mij geen voorstelling maken van elk levend wezen. Maar metta, die liefde, die vriendelijkheid gaat net over dat het voor elk levend wezen is. Dus in een spirituele gemeenschap als de onze, in een sangha, is het ook een kwestie spirituele vriendschap kun je ook zeggen, dat gaat over elkaar helpen om bewuster te worden dat ik niet de focus ben. En bij uitbreiding jullie ook niet. Dat het gewoonweg mogelijk is in een bewustzijn te leven dat veel en veel en veel, veel en veel groter is. Nu, als ik het nog even terugkoppel naar mezelf. Ik heb toen ik tiener was en opgroeide verder, ouder werd, in een vrij nihilistische, cynische houding
of ik ben daarin terechtgekomen. Ik vond het leven niet de moeite waard. Ik vond mezelf niet de moeite waard. En maar ja, ik heb daar al over verteld. Dan sloot dat mooi aan met net het tijdsgevricht van eind jaren 70, begin jaren 80, met de punkperiode enzovoort. En de no future gedachte of slogan. En al die zwarte kledij en zo, waar ik mij gretig aan overgaf. Maar heel veel nihilisme. Heel veel nihilisme. En heel veel cynisme. En tegelijkertijd was er ook, had ik ook ontdekt, zoiets als een gedicht schrijven. Zoiets als poëzie. Ik kon mij ook niet zo goed uitdrukken, maar ik kon wel iets schrijven. Eigenlijk kwam ik tot leven als ik schreef. Dan voelde ik van, hey, ik ben er. Anders was dat zo soms een vormloze massa. Maar als ik schreef, dan ontstond er uit die vormloze massa plots een persoon of zo, een mens. Dus dat was iets dat mij al opgevallen was. En ook als kind, ik weet niet meer hoe oud ik geweest zal zijn, maar toen ik een jaar of, ik weet het niet meer, 9 of 10 of zo, ik lag 's avonds in bed en plots kreeg ik een heel, ik ga het niet vergelijken met het beeld van het begin van de sutra, maar ik kreeg wel een enorm gevoel, een enorm ruimtelijk gevoel van het universum. En ik zag overal lichtjes in dat universum. Heel ver van elkaar verwijderd. Heel ver van elkaar verwijderd. Maar alles was tegelijk verbonden. En dat gaf mij een zalig gevoel. Ik voelde dat in mijn lichaam, hoe warm en zacht dat gaf, of dat dat was. En dat was ik niet gewoon, want ik kroop soms wel eens in mijn bed en zo voortdurend. Ik ben slecht, enzovoort. Dus, heel vrolijke man. Maar alles is veranderd. En niet tegenstaande dat sluimerende gevoel van ik ben het niet waard, dat is er nog altijd. Dat is er zeker nog altijd. Het is niet opgelost en het hoeft ook niet meer opgelost te worden. Je kan zeer gemakkelijk zeggen, zou jij een keer niet in therapie gaan? En ik ben in therapie geweest. En dat heeft zijn waarde gehad. Want wat ik nu ga zeggen is, ik wil het nog een keer heel helder benadrukken, therapie kan zijn waarde hebben. Echt waar. Ik heb er zelf deugd van gehad. Het heeft zijn waarde gehad. Het heeft mij, ik denk, misschien, alhoewel altijd verschillende condities meespelen, maar het heeft ertoe bijgedragen, ik zal het zo zeggen, dat misschien een emotionele angel, een te zware, grote, sterke emotionele angel een beetje is uitgetrokken of zo. Misschien heeft het daaraan bijgedragen. Maar sowieso kan het echt goed zijn dat voor mensen therapie meer aangewezen is dan bijvoorbeeld meditatie. Dat kan heel goed op bepaalde momenten in het leven. Maar ik ben nu op een punt gekomen waarvan ik denk, voorlopig in ieder geval, therapie hoeft niet meer. Ik heb de dharma en ik ga het daar volgende week meer over hebben, maar er is een mogelijkheid sowieso in spirituele vriendschap. Want ik denk echt, moesten we meer werk maken van spirituele vriendschap, dat therapie minder nodig gaat zijn. We leven in een veel te gefragmenteerde wereld. We leven in een veel te geïsoleerde wereld. En dan is het eigenlijk ook niet verwonderlijk dat mensen heel snel, of vaak, naar therapie grijpen. En als het helpt, zoveel te beter. Maar ik vraag mij, en dat is ook een open reflectievraag. Ik heb daar niet een sluitend antwoord en ik wil daar nu ook geen sluitend antwoord op geven, maar ik ben daar wel mee bezig met mij af te vragen, als we te snel, en ik zeg, als we te snel naar therapie gaan, is het dan omdat we de waarde van de drie juwelen en de werking van de drie juwelen en het potentieel ervan niet genoeg kennen, niet genoeg naar waarde schatten. Onderschatten we het? Want ik wil therapie niet overschatten. Er is een boek van James Hillman, ik heb het niet gelezen trouwens, maar de titel is We've had 100 years of psychotherapy and the world is getting worse. Dat is natuurlijk ook een slogan, kun je zeggen. Nee, en iets maar het is iets, het zegt iets. Versta je? Het zegt iets. En het hoeft niet alles te zeggen, natuurlijk niet. Het is niet dat ik hier een zwart-wit verhaal wil ophangen.
Maar ik denk dat er veel te veel therapie is. Dat denk ik echt. Er is veel te veel therapie. Er zijn ook veel te veel syndromen. Dat handboek van, hoe heet dat weer, DSM, zoveel? Vier, ja, ik weet niet. Dat is waarschijnlijk ondertussen, toen ik opvoeder was. 315 stoornissen. Stoornissen. Voilà, het woord alleen al. Dus gestoorde mensen. Hier zitten ook ongetwijfeld gestoorde mensen. En, en ik denk gewoon dat de wereld eigenlijk een beetje zo, enfin niet een beetje, dat de wereld gewoon echt serieus aan het doorslaan is. Echt serieus aan het dolgedraaid. We leven in een dolgedraaide wereld. En ik denk dat die therapieën en die syndromen, en iedereen heeft wel iets, en het moet dan natuurlijk ook behandeld worden, en als het behandeld is, dan moet het opgevolgd worden, en het moet dan, en weet ik veel wat allemaal. En het kan, hè. Ik ga niet zeggen, echt niet, dat het niet kan behulpzaam zijn. Ik heb het zelf ondervonden, het kan behulpzaam zijn en voor sommige situaties is het echt goed dat je het laat gebeuren. Maar ik geloof ook echt meer en meer dat we door aan het slaan zijn. En dat het de dharma is dat we nodig hebben, in de eerste plaats. Niet voor iedereen, nogmaals. Maar dat we heel wat meer de dharma nodig hebben dan dat we het nu dat we er nu gebruik van maken. En ik heb het daar net gehad op over dat we vaak misschien woorden gebruiken als voor toevlucht gaan en spirituele vriendschap. Wel, zeker wat betreft spirituele vriendschap, ik geloof echt, als we daar meer zouden over ja, met elkaar gaan uitwisselen, wat betekent het nu en over wat gaat het? Dat er al meer verbinding kan ontstaan, dat we ons niet zo vervreemd moeten voelen, bijvoorbeeld. En het moet er tegelijkertijd bij gezegd worden dat we ook heel erg moeten oppassen voor allerlei soorten bypass. Want het is ook zeer verleidelijk en gevaarlijk dat we bijvoorbeeld woedend zijn of jaloers, maar je denkt, oh ja, ik ben boeddhist, dat mag niet. Dus dat je gaat een brugje maken en al die emoties die daar zitten te sudderen van onder of ergens in je lichaam en in je hart. En dat die dan op een andere manier toch naar boven gaan komen. Dus, want daarover gaat het ook in die parabel. Dat gaat over het vuil opkuisen. Dat is het vuil opkuisen. Alle emoties die niet behulpzaam zijn, alle moeilijke emoties, alle aangename emoties, alle zienswijzen of diepe samskara's in ons, diepe gewoontepatronen waar we aan vasthangen. Ja, alsjeblieft, leer ze onder ogen zien. Dat is wat we moeten doen. Leer ze onder ogen zien. Deel dat met elkaar. Deel dat in een perspectief van naar het ontwaken gaan, van groeien voorbij dat enge bewustzijn van ik en alleen maar ik en mijn welzijn, maar ik en de ander. En dat is meer iets dat een spirituele vriendschap creëert en een sangha creëert. En dan gaan we misschien minder snel geneigd zijn naar een therapeut te gaan. Dus de dharma heeft meer te bieden dan dat we vermoeden, denk ik. Maar we leven in een zeer gefragmenteerde wereld. Een zeer gefragmenteerde wereld. Ik denk dat niet iets is dat je... Allee, dat moeilijk... Dat is gemakkelijk te zien, denk ik. Dus dat is de vraag die ik mij stel. Zien we voldoende de mogelijkheden van de drie juwelen? Schatten we die op hun juiste waarde? Want er is ook zoiets als dharma-beoefening en vriendschap. En daar ga ik het dus volgende week meer over hebben, een relatie die je kan opbouwen met een bodhisattva, een boeddha, met het transcendente, wat dan zo genoemd wordt. Mij persoonlijk heeft dat al ongelooflijk geheeld, maar echt geheeld, die persoonlijke relatie. En dat wordt tegelijkertijd in een grotere context gezet. Een mythe, zoals de mythe van Triratna, van Avalokiteshvara. En ik denk een persoonlijke mythe, maar ik ga het daar volgende week dus meer over hebben, een persoonlijke mythe die aansluiting vindt bij een collectieve mythe, ja, dan zitten we goed hoor. Dan worden we meer en meer een gezonde, gelukkige mens. Want Bhante Sangharakshita spreekt over de noodzaak om een happy, healthy human being te worden. De noodzaak om het spirituele leven te kunnen beoefenen.
Maar ik vrees dat we soms tegenwoordig een happy, healthy human being heel snel synoniem maken met therapie volgen. En nogmaals, dat kan. Het kan even goed van niet. Maar goed, dus dat is het perspectief dat we kunnen hebben op Sangha en op het transcendente en op het mythische. Maar nog eventjes ook over dat vuil opkuisen, dat is dus echt wel, want ik wil dat eventjes nog echt herhalen en heel erg benadrukken, dat is dus echt nodig, fundamenteel nodig, want er zijn heel wat voorbeelden te noemen van, ja, van wat je een bypass kan noemen. Is het duidelijk wat ik daarmee bedoel voor iedereen? Anders vraag maar, hè, want je kunt dan... je kunt heel gemakkelijk jezelf wijsmaken dat je al... En jammer genoeg gebeurt dat. Dat je al verder bent in het spirituele leven dan dat je bent. Dat is eigenlijk niet moeilijk. En dan heb je eigenlijk ook je vrienden nodig die op een vaardige, vriendelijke, maar kordate manier, duidelijke manier... proberen duidelijk te maken dat er misschien ergens een waanidee aan het groeien is. En ik zelf heb zeker mijn blinde vlekken. Ik heb mijn blinde vlekken. En ik heb ook vlekken die minder blind zijn, maar waar ik mij vooralsnog niet wil uit losmaken. En het is dan ook goed dat dat blijft in vraag gesteld worden, dat dat blijft opgemerkt worden. Zou je niet keer beter wat daarop letten of daarop letten? En het gaat dus over, ja, emoties die we hebben. We zijn emotionele wezens. Ook al kunnen we onszelf rationeel noemen, we worden gestuurd, gedreven, bepaald door emoties ook. En het is van belang die emoties te voelen, ze te ervaren. Je mag jaloers zijn, tuurlijk. Maar het is iets anders om eraan in meegesleept te worden, in de ban van te geraken. Als je je jaloers voelt, ja, dan voel je je jaloers. Het heeft ook geen zin om te zeggen, oh nee, je bent gelijkmoedig. Dan ben je jaloers. En laat dat ook gewoon eerlijk zijn, dat het dan zo is. En nog even over die persoonlijke kwestie van het mij niet waard voelen. Ik voel inderdaad soms een diepe kloof in mij. Echt een diepe, diepe kloof, een scheur. Maar ik heb niet meer de behoefte om die te dichten, voel ik meer en meer. Die is er gewoon. En die wordt getriggerd, nu en dan, zelfs serieus getriggerd. Dat is uitzonderlijk, maar het kan gebeuren dat ik door een situatie echt lichamelijk kan beginnen schudden en beven. Gewoon omdat ik getriggerd dus wordt en dat die diepe investering die ik gemaakt heb in dat geloof van ik ben het niet waard, want het blijft een geloof. Ik kan allerlei situaties wel opnoemen die daar misschien aan bijgedragen hebben, maar het blijft een verhaal. Het blijft een geloof. Het blijft een interpretatie. Maar nu, en ik zeg voorlopig, want ik weet niet of het zo verder zal gaan, maar nu voel ik echt geen behoefte meer om die gescheurdheid op te lossen of zo. Laat die er gewoon zijn. En erin ontspannen. Gewoon erin ontspannen. En ja, misschien is dat ook een beetje iets van onze tijd geworden. Ik weet het niet, ik ben eigenlijk een oude zaag aan het worden misschien. Maar dat we veel te veel willen oplossen. Ook in therapie. Alles moet opgelost worden. Ik keek toevallig gisteren even naar de afspraak en Conor Rousseau was daar te gast en Joachim Koens ook, burgemeester van Damme, en die was bezig over de situatie in West-Vlaanderen en hoe het zou kunnen dat veel burgers en boeren op het Vlaams Belang gestemd hebben. En ja, dan komt er een uitleg en dat kan zeker waarheid hebben. En dan draaide de presentator zich naar Conor Rousseau en die vroeg hem, en wat ga jij daaraan doen? Allee, dus een politicus moet onmiddellijk een antwoord, een oplossing hebben op een situatie die vaak heel complex is. En ik dacht, dat verwachten wij eigenlijk in zekere zin allemaal. Ook van ons eigen leven. We kunnen niet altijd even goed omgaan met iets dat moeilijk is. Met iets dat gescheurd is. Allee. Ik ben niet de enige die met een kloof in zichzelf rondloopt, denk ik. Ik denk dat als ik, of trauma's, of weet ik veel, we lopen allemaal met trauma's rond. Het geboren worden is al een trauma. Dus we hebben allemaal diepe scheuren. En
werk daar ook aan. Ik zeg hier niet dat je er niks mee moet doen, maar het kan ook in een perspectief gezien worden. Het hoeft niet noodzakelijk opgelost te worden. Het kan ook zijn dat je ermee leeft en dat je erin ontspant. En dat je het in een perspectief zet dat groter is dan alleen maar ik. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Voilà. Tot hier een eerste deel over de parabel van de terugkeer. Volgende week dus, zoals gezegd, ga ik meer over die persoonlijke relatie tot een mythe spreken, of tot een Boeddha of Bodhisattva, de collectieve mythe en ja, dat zal toch wel zo wat zijn, denk ik. Ik weet niet of er nog iets bij zal komen. Maar voor nu, ja, gewoon wil ik wel eventjes kijken. Zijn er vragen of bemerkingen? Want je hoeft het er niet mee eens te zijn natuurlijk, hè, wat ik hier gedebiteerd heb. Als er iets is dat je wilt delen, dan kan dat ook even. Dus eigenlijk wat ik nu vandaag vooral wou naar voren schuiven is dat wij ons gerust mogen identificeren met de zoon, met de armoedige houding. Ja, volgende week kan dan meer aan bod komen dat er echt wel een mogelijkheid is aan overvloed, een overvloedige houding, een rijke houding. En dat het er ook op aankomt om vuil op te kuisen, dat je daar verschillende manieren voor hebt en dat therapie zeker één manier is om vuil te gaan opkuisen, zeker weten. Maar dat de dharma ook echt naar waarde mag en moet geschat worden. En eigenlijk nog veel, veel dieper gaat. Veel fundamenteler gaat. Want ik herinner mij nu ook plots dat Sangharakshita ook gezegd heeft. Ik heb het hier trouwens bij mij. Ga een keer kijken. Uiteindelijk zijn wij spirituele wezens. De mens is uiteindelijk een spiritueel wezen. En wat betekent dat? Dat er ultiem niet zoiets bestaat als een psychologische oplossing. En dat is goed ook om even verder over te reflecteren.